Goedemorgen. De controversiële datingsite Rich Meet Beautiful die gaat een reclamecampagne starten in Nederland. Ja, inderdaad. Binnenkort gaan ze met 5 grote billboards langs bij de grootste universiteiten van Nederland. Want die website die richt zich namelijk op Nederlandse studenten die willen afspreken met oudere mannen. Dat staat vandaag groot in de Telegraaf. De site profileert zichzelf dus als datingsite, maar eigenlijk is het meer een ordinaire escortsite. Want de vrouwen die houden de mannen gezelschap, gaan met ze uit eten, maar ze kunnen ook voor de hele nacht ingehuurd worden. In België is de site al verboden, omdat op deze manier kwetsbare groepen eigenlijk uitgebuit worden. En CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg die was verbijsterd toen ze het nieuws hoorde. Het is volstrekt verwerpelijk om jonge vrouwen op deze manier te lokken voor de prostitutie, want dat is namelijk precies waar het op neerkomt. Het is een chique vorm van loverboys en met mensenrechtenorganisaties maken we ons hele grote zorgen. Is hier voldoende vrijheid? Zijn dit kwetsbare vrouwen? Ze worden in de armen gelokt van rijke kerels die ze aan zich binden. We vinden echt dat hier paal en perk aan gesteld moet worden. En daar zullen we de minister op aanspreken. Mick, als je dit zo hoort, wat vind jij dat het hier in Nederland verboden zou moeten worden? Nou ja, er zijn hele strenge regels in de prostitutiesector. Na de opheffing van het bordeelverbod was het doel eigenlijk om die hele prostitutiesector transparant te maken. Dus ja, er zijn veel controles en je moet je inschrijven in de Kamer van Koophandel. Dat is ook bij de escort zo. En ja, dit moet ook een sector zijn die doorzichtig moet zijn. En dit is eigenlijk een soort verkapte vorm van een escortbureau, lijkt het wel. Ja, maar Constance, echt met flyers of posters dus inderdaad op universiteiten en dat soort dingen. Ja, ik vraag me af hoe ze dat dan weten, dat er dus ook dat ze met alle billboards daarheen gaan. Maar het lijkt mij heel erg overhoop halend wat daar op de universiteiten moet gebeuren. Ja, dus misschien dus een verbod daarop.